Vroeger was ik zelfdestructief, egoïstisch, ongelukkig. Ik vond dat de wereld mij oneerlijk behandelde, dat anderen meer geluk hadden dan mij. Ik dacht dat het allemaal buiten mezelf lag. Mijn ouders waren in mijn ogen er niet op het moment dat ze er moesten zijn. Nu, ik heb altijd een temperament gehad, ik was altijd wel een beetje een moeilijk kind. Ik denk dat ik toch een 3-4 jaar in instelling heb doorgebracht. Ik heb me altijd voorgenomen dat ik op mijn 25e dood zou zijn. Ik gebruikte ook heel veel. Voornamelijk amfetamine, speed, ecstasy, wiet. Met de bedoeling om zoveel mogelijk kapot te maken. Ik was eigenlijk een heel opgefuckte persoonlijkheid, zo'n beetje. Ik nam ook van niemand iets aan. Ik kon het wel allemaal alleen af. De relatie tussen mij en mijn papa was, ja, die was er eigenlijk niet meer. Mijn papa die had eigenlijk al van toen ik 6 was een vrouw buiten ons gezin. Met mama was het ook heel, die relatie was ook kapot eigenlijk. Ja, we hadden heel veel ruzies thuis. Het was daar niet meer leefbaar. Ik ben gestopt met school toen, terwijl iedereen mij dat afraadde, maar ik heb dat toch gedaan. Ja, vroeger was ik was heel druk, impulsief ook. Ik heb zelf ADHD, dus dat was heel moeilijk. Ja, mijn ouders, op een heel jonge leeftijd, hadden die mij gekregen. Maar die hadden zelf ook heel veel problemen, dus die konden eigenlijk niet echt goed voor mij zorgen. Ik ben op jonge leeftijd al geplaatst bij een andere jeugdrichter, met 5 jaar. En ben ik ook ineens naar internaat gegaan, van mijn 5 jaar tot mijn 16. Dat was lastig, hè, want je hebt geen persoon die echt van je houdt. Ja, dus ik heb niet de liefde gekregen wat je normaal zou krijgen van je ouders. Uiteindelijk ben ik ook naar Mol geplaatst. Daar heb ik ook een heel groot fout gemaakt. Ik ben ook weer gaan lopen van Mol. Dat was ook weer een probleem. Vroeger was ik heel koppig. Mijn eigen wil altijd willen doordrijven. Ik had dat niet het beste. Niet een al te gemakkelijke jeugd. Moeder dat zelfmoord heeft gepleegd. Vader dat niet aanwezig was. Westertrokken, verschillende kinderen heeft bij andere vrouwen. Ja, op sommige punten is dat zwaar, hè, want je moet zelf opstaan, je moet zelf eten maken, je moet zelf kleren wassen, je moet alles zelf betalen. Ik was toen 17, dus dan denk je normaal gezien alleen maar aan jongens en uitgaan. En dat was bij mij niet het geval. Ik moest vooral denken van, oké, als ik dit weekend wegga, hoeveel hou ik dan nog over voor de rest van de week? Dan is hij erbij gekomen en daar is echt wel een keerpunt gekomen. Het lijkt allemaal heel zwaar en heel moeilijk en misschien ook overbodig voor veel jongeren. Maar ik denk dat je sowieso, als je in het traject stapt, dat je ogen na een tijdje wel opengaan van oké, amai, dit had ik alleen niet gekund of deze steun had ik hier of daar wel nodig. Gewoon al het idee dat je iemand om 3 uur 's nachts kunt bellen en dat hij er zal staan voor u, was voor mij al heel veel waard op dat moment. Ik ben een jaar gestart. Ik was toen 16, denk ik, of zo. Het heeft me heel veel inzicht gegeven in het leven. Ze leggen vooral de nadruk op dat het bij jezelf ligt. Hè. Innerlijke kracht, wilskracht. Dat je het zelf moet doen. Ze geven je een schub van hoge kwaliteit, maar je moet die zwarte sneeuw zelf schuppen. Hè. Die geloof je nu. Die geloven echt in u. Ook al geloof je helemaal niet in je eigen of heel veel mensen gaat die in je leven altijd zeggen van ja, je gaat dat niet maken of zo. Die gaan de 9 maanden blijven zeggen. Maar jij kunt dat, jij kunt dat. En die gaan echt letten op je kwaliteiten. Je gaat erbij goed voelen. En als jij je goed gaat voelen, gaat je ook leuk vinden. En gaat je blijven luisteren. Dus dat is wel dat is echt iets unieks. Ja, dat heeft goed geholpen. Ik woonde toen al alleen. De puberjaren waren al achter mij. En zo voornamelijk goed geholpen met hoe ik alles moet aanpakken. De juiste manier zoeken voor dingen te behandelen. Thank you.
Het gaat goed met mij nu. Ik doe interim topjes. Ik heb ook me ingeschreven voor middenjury, examencommissie. Ja, ik ga dat proberen zo snel mogelijk af te maken, zodat ik mijn diploma heb. Ik ben nu aan het werken. Ik heb een vriend. Het loopt allemaal hoe het moet lopen op dat moment. Ik ben terug aan het studeren nu. Ik woon ondertussen samen met mijn vriend. Ja, ik ben vertrokken, of zo voelt dat toch. Ik denk dat ik op veel andere mensen een voorsprong heb. Gewoon qua gedachtegang. Ik denk dat veel jongeren op mijn leeftijd niet weten wat ik weet. Niet hebben gezien wat ik heb gezien. En ook niet die draagkracht hebben. Ik heb veel moeten schuppen, maar daar word je sterk van. Hè. Dus,